kutjil terlempa kiri kanan. Hilang jalan dan hilang harapan. Ja, het is niet allemaal over roosjes gegaan natuurlijk. Kijk, we voelen altijd wel nog dat wij hebben gevochten voor de Nederlandse vlag, voor de drie kleuren. Jou, begitu jou, pangkuan ibu. Zeker ook weer de laatste keer natuurlijk dat eigenlijk door het hijsen van een Molukse vlag op Indonesië, dat de mensen daar levenslang voor krijgen. Ja, dat is eigenlijk iets wat niet kan en waar eigenlijk iets aan gedaan moet worden, maar dat gebeurt gewoon haast niet. Het gebeurt gewoon eigenlijk helemaal niet. En dat is toch een schending van mensenrechten. En, maar ja, helaas kunnen we er niet veel aan doen. Cari bekasnya, cari akarnya. We zijn eigenlijk niet vrijwillig hier naar Nederland gekomen. Dus ja, als ik kijk naar onze voorouders, naar mijn opa en oma. Ja, die zijn hier gekomen, dat is even kijken, 1950. Ja, die hebben gevochten voor de Nederlandse vlag en aan de Nederlandse zijde tegen de Japanners. En die zijn toen naar Nederland gekomen met de boot. In barakken hebben ze geleefd, maar altijd met de hoop, met de gedachte. Eigenlijk ook de belofte dat ze ooit, wanneer het rustig was, dat ze terug zouden gaan. En, dat is dat op de dag van vandaag nog steeds niet door de Nederlandse regering. Die belofte is nog steeds niet ingewilligd. Dus ja, dat zit nog wel diep. Stel dat er wat gebeurt op de Molukken qua ruzies of oorlogen eigenlijk die er zijn tussen christenen of moslims, eigenlijk wat iets geks is, want christenen en moslims gaan al jaren goed met elkaar en blijkt toch dat er iets niet klopt, toch een corrupt verhaal achter zit, dat bevelhebbers daar baat bij hebben als er conflicten zijn of dat ze elkaar afmaken. En als mijn familie dan van christen afkomst is. En er zijn 99% in Indonesië zeg maar moslims. En ze moeten op de vlucht. Of ze worden onthoofd of levend besneden. Ja, dat zijn serieuze dingen. En dat raakt je wel. En als je daar weinig over leest, dan voel je dat je ouders daar, dat die, en je opa en oma, dat die daar heel veel pijn van hebben. Jouw voorouders hebben gestreden voor de Nederlandse vlag. Jij ook? Het Nederlands elftal? Ja. Op een andere manier. Is dan het cirkeltje weer rond? Ja, dat is natuurlijk wel, wel mooi als je het hoogst haalbare kan halen op voetbalgebied. En, dat je nog een WK mag spelen, schitterend. En, dus dat was wel mooi. Tuurlijk, het Nederlands elftal is iets heel moois om voor te spelen. Je bent inmiddels 35. Het lijkt een beetje op dat je van de pool van de eeuwige jeugd hebt gesnoept. Wat is je geheim? Mijn geheim? Ik heb geen geheim. Wat dat betreft heb ik geen geheimen. Dus het lichaam voelt nog goed. En het kost me natuurlijk wel iets meer moeite. Maar het valt ook wel weer mee. Dus het gaat lekker. Als ik jou zie met jouw teamgenoten, maar misschien vergis ik me, dan denk ik, dat is eigenlijk, lijkt wel alsof het allemaal een beetje van dezelfde leeftijdscategorie is. Ik heb niet echt het gevoel dat het... Ik ben altijd wel een laadbloeiertje geweest, dus misschien heb dat ermee te maken. Ja, niet echt het gevoel dat er loopt een opa tussen. Nee, dat zie ik ook af en toe in mijn team. Dan denk ik van, voor mij ben jij meer opa dan ik. En, Wie is er dan bijvoorbeeld meer opa dan jij? Dwight natuurlijk.
Waarom? Nou, hij zal dus een chagrijnen. Waar staat jouw DJ-set uit? Neem je ook boxes mee en zo? Ik geloof dat Mike Janko de eerste box had, of de kleedkamerbox, hier in Hengelo heeft verzorgd. En Leroy Ver heeft nu een wat grotere, meer basvolle geluid voor bij de wedstrijden. Oké. Okay. Op je ontbrak van nog? Ieder wat, van ieder, ja, met z'n allen komen we er wel. Nossa, nossa. Assim você me mata. Wat is op dit moment hip? Hip, dat is hip. Ja, waar is veel vraag naar, DJ Danny? Nossa, nossa, assim você me mata. Naar een Braziliaans nummer dat door Neymar bekend is geworden. Zij draait ook, hij heeft ook altijd een box bij hem en draait ook de muziek in de kleedkamer. Bij Santos speelt hij. En ja, op YouTube is dat te zien. En ja, door Douglas is dat een beetje hier in de kleedkamer gekomen. En ja, hebben we hem gedownload en ja, wordt hij in de kleedkamer gedraaid. Zijn er nog dingen waar je wakker van kan liggen op je 35ste? Ja, er zijn genoeg dingen. Ja. Mijn dochter had een lichte hersenschudding, dus die lag vannacht in het ziekenhuis. Dus. Je was van de klimhek afgevallen. Ja, dat zijn dingen die je wel wakker houdt natuurlijk. Ja. En dan slaap je alleen met... de moeder was bij er. En dan ben ik alleen met de kleine jongen in huis. En dan hoor je hem af en toe. Dus ja, dan hou je dat... dat houd je wel even wakker. Wanneer ga je haar vertellen over de Molukken? Nou, dat gaat allemaal vanzelf. Bij mij is het ook allemaal vanzelf gegaan.